Tonijn tataki met wasabi mayonaise. Hey Albert, volgens mij heb je me net een record bezorgd. Aan wat? Ik heb nog nooit zo'n grote zeetong gegeten. Lekker hè? En nou wil ik gelijk weten, wat is eigenlijk de grootste tong die je kan serveren hier? Tegen een half kilo aan. Wat? Tegen een half kilo aan. En hoeveel was die van mij? Dat was echt een... Ja, 4,50. Het was echt een geuze. Lekker hè? Ja, het was heerlijk, dankjewel. En hoe lang werken jullie hier al? Ik werk hier in mei een jaar. En jij? Ik zit hier in oktober. Oké, okay. net in de winter. Ja. Ja, mooi. Ik heb er niks aan gedaan. Maar... Ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig naar alle wijzigingen hier. Want we zien het al, de jongens zijn druk bezig, maar er is een andere kok bij. Een nieuwe kok. Ja. Wanneer is die begonnen? Die officieel begint hij vandaag, per 1 maart, maar die loopt al een maandje mee. Is die in het weekend een beetje vast komen rondkijken hoe het hier werkt. Zeg maar. De bedoeling is dat we 7 dagen gaan draaien voor zowel de lunch en diner. Dus daar zijn we van de week mee begonnen voor het eerst. En het gaat lekker. We zijn nu nog wel een klein beetje aan het inwerken iedereen, maar... Dat gaat goed. Maar... Dus dat horen wij regelmatig in de zaak van nou, er is zoveel dicht op de maandag en dinsdag. En nu hebben wij de kans om dat te doen. Dus we gaan het wel proberen. Ik denk dat het wel goed komt. Jij had wel een roots in Middelburg, maar jullie wonen altijd in Donburg. Maar nu gaan jullie verhuizen, hoor. Ja, dat klopt. Ja, we gaan naar Middelburg verhuizen. Ja, leuk. Ja. Ja, nee, we hebben altijd heel fijn gewoond in Donburg, maar het is gewoon praktisch voor ons om wat dichter bij de zaak te zijn. En ga je dan ook boven de zaak wonen of zo? Of, nee, dat niet. Nee. We gaan naar Middelburg-Zuid, zijn we nu een huisje aan het bouwen en dat is in de zomer is dat af. Okay. Dus niet heel handig getimed, maar dat gaan we gewoon doen, dat komt. Ja, ja. Maar in de zaak ga je ook wel wat verbouwen toch? Ja, volgende winter pas hoor. Dat is echt nog even, want er komt een nieuwe vloer in. Wat, die is die besleept of wat is daar? Nou ja, hij is best wel uit. En zo moet er plekjes worden wat kraken. Nou is het niet zo heel erg. Maar ja, hij is ook niet heel makkelijk schoon te houden. Dus we hadden zoiets van, als we dan, we konden hem ook gaan verstevigen hier en daar. En toen hadden we zoiets van, gaan we hem niet doen. Gewoon eruit halen en een nieuwe erin. En dan het liefst ook nog een nieuw stuk bar. Maar dat moeten we allemaal nog even vanaf fijn tunen. Kijk, dan mag je eerst even het eerste seizoen weer hebben gedraaid. Eerst even het seizoen doordraaien, ja. Zijn er nog andere dingen om te melden? Of, Nou, misschien wel een goed moment om te zeggen dat we zoeken nog een keukenhulp. Okay. Dus mochten er mensen zijn die zich denken van dat lijkt me leuk om bij jullie te komen solliciteren. Heel graag. En de keukenhulp is er wel om te helpen om te koken of ook voor de afwas? Echt voor de koude kant. Oh, voor de koude kant. Ja, dus, chef afdeling koude voorgerechten. Precies, voorgerechten, desserts. Tafel 12. Het liefst wel met wat ervaring natuurlijk. Nu doen de jongens het allemaal nog met z'n tweetjes, maar onze keukenhulp die is naar Interschalde, dus die kon naar gaan stage lopen, dus dat is ook wel heel leuk. Ja, maar dat is toch veel slechter dan hier in Interschalde, ja. Daar zou ik nooit willen werken. Nee, dat is veel gezelliger. Ja, 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 precies. Ja. Hey, maar hartstikke leuk zo joh, en we hebben lekker gegeten en tot de volgende keer. En een goed seizoen gewenst. Dankjewel. Ja, dankjewel.